Telegraaf. Rutte zou er bij de werkgevers en de werknemers op hebben aangedrongen het snel eens te worden over de hervorming van het pensioenstelsel. Het Openbaar Ministerie gaat een man vervolgen voor de moord op zijn vrouw 3 jaar geleden tijdens een zeilreis om de wereld. De man claimt dat ze om het leven is gebracht door overvallers bij Colombia, maar het OM gelooft dat niet. De politie plaatste ook al vraagtekens bij de versie van de man. Zo ontbrak alleen een klein geldbedrag en lagen dure spullen als sieraden, videocamera's en mobiele telefoons nog gewoon aan boord. Een man uit Utrecht is veroordeeld voor het bedreigen van burgemeester Van Zanen. Hij moet 2 maanden de cel in, maar die heeft hij al uitgezeten in voorarrest. De man van 58 belde in juli meerdere keren met gemeenteambtenaren. Daarbij zou hij onder meer hebben gedreigd de burgemeester neer te schieten. Een van de mannen die vorig jaar april rookpotten afstak tijdens PSV Ajax moet 2 maanden de cel in. Ook krijgt hij een taakstraf van 120 uur. 6 andere betrokkenen krijgen ook een taakstraf. Ook krijgen ze allemaal een stadionverbod. En tijdens de voetbalwedstrijd werden 6 rookpotten afgestoken in het volle familievak. Tientallen mensen moesten zich laten behandelen voor adem- en oogklachten. Het weer nog vrij zonnig. Het waait matig tot krachtig uit het zuidwesten. En het wordt 12 tot 14 graden. En vanavond en vannacht helder en droog. Morgen 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. RTV Nunspeet Verkeer. ANWB. In het midden van het land loopt het vast op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 8 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. En ook 10 minuten vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd staat 5 kilometer. Altijd op de hoogte met RTV Nunspeet. In het Noord-Veluws Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Tot en met 17 maart 2019 de fraaie expositie Marjolein Bastin. Tekenen is ademen. Raadpleeg ook onze website www.noord-veluws-museum.nl. Een grote stapel pannenkoeken. Wie kan er de meeste op? Samen met het hele gezin genieten van de pannenkoeken van Pannenkoekenhuis de Boskabouter in Nunspeet. Kom spelen in de speeltuin, leef je uit op de skelterbaan of kom genieten in de dierenweide. Pannenkoekenhuis de Boskabouter. Buitengewoon smullen. Fietsspecialist Jacob Bonenberg. Jacob, oh, ik ben kapot. En hij fietst gewoon de berg op? Of heeft hij een elektrische fiets? Ah, van fietsspecialist Jacob Bonenberg. De zaak met gevoel voor fietsen. De beste elektrische fietsen. Maar ook race, mountainbike, trekking, kinder- en gewone fietsen. Professionele fietskenners helpen u graag goed in het zadel. Maak van een gewone fiets een Bonenbergfiets. Kijk op jacobbonenberg.nl. Kom heerlijk genieten van de allerlekkerste pannenkoeken van Nunspeet. Pannenkoekenhuis de Boskabouter is gelegen aan de Elspeterweg 14, bij de hoeve van Nunspeet. Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Onder één dak. Kijk op bbgroep.info. Met een goed gevoel je auto achterlaten en er ook nog een eerlijk bedrag voor terugkrijgen. Dat gebeurt bij Henk van Olst in Nunspeet. Autohandel en demontagebedrijf voor heel Nederland. Is je auto op leeftijd of komt die niet meer door de APK? Wij nemen je auto graag over om onderdelen te recyclen. Uiteraard kopen wij ook schadeauto's in. Maar Henk van Olst doet meer. Heeft je brommer, bromfiets of scooter zijn beste tijd gehad? Lever hem dan bij ons in. En laat hem milieuverantwoord demonteren en recyclen. Kijk op henkvanolst.nl of kom eens langs. Hullerweg 126 in Nunspeet. Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat.
Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737. Goedemiddag luisteraars, welkom in ons programma zoals het nog steeds heet 55 plus voor 55 plus. Maar ik moet u bekennen, de mensen die vandaag in de studio zijn, die zijn zeker niet allemaal 55 plus. Ik inmiddels wel, maar goed, onze gasten, vooral Mirjam Dubbeldam, Druif, ik noem maar even haar volledige naam, en haar vader Jan Druif zijn onze gasten. En Mirjam zal vertellen over haar nieuwe boek, Onbeperkt gelukkig met een beperking. En vader Jan die beleeft dat allemaal heel intensief mee, hoe dat gaat met zijn dochter. Die vult het af en toe een klein beetje aan. Mirjam en ook haar vader waren zo'n anderhalf jaar geleden ook al bij ons in de studio. En wij vinden het ook bijzonder dat ze iedere keer weer toch nieuwe initiatieven ontwikkelt en weer nieuwe plannen maakt. En ja, eigenlijk heel blij met al die deze dingen bezig is. Maar goed, daar gaat ze in de uitzending straks nog meer over vertellen. Wij, dat zijn Hetty Mulde en ik ben Betsy Hogers. En achter de knoppen zit, zoals ze heel vaak, onze Marcel. Maar zoals we ook vaak beginnen, gaan we aan jullie vragen of je eerst jezelf voor wil stellen. Zal ik bij Mirjam beginnen? Ik ben dus Mirjam Dubbeldam Druif. Ik ben ondertussen 41 jaar. Mijn grote passie is schrijven. In oktober is mijn derde boek uitgekomen. Met de titel dus Onbeperkt gelukkig met een beperking. Het is de eerste die ook echt in boekhandel, bol.com en overal verkrijgbaar is. Dus ja, ik ben dat boek ook gaan schrijven omdat je heel vaak hoort dat mensen denken als je in een rolstoel zit, dat je dan in je bovenkamer wat mankeert. Nou, daar ben ik het absoluut niet mee eens. En ik hoop dat ik met dit boek dat een beetje weg kan nemen. Mirjam, de luisteraars die niet de vorige uitzending gehoord hebben en die niet kunnen zien dat je in een rolstoel zit, kun je nog heel kort even vertellen waarom jij in een rolstoel zit en hoe lang bijvoorbeeld al? Ik ben geboren met spina bifida. Ik zit dus eigenlijk al vanaf de leeftijd dat iemand anders zou gaan lopen, heb ik dus een rolstoel. Ik heb nooit kunnen lopen en zal het ook nooit kunnen. Maar je kan heel veel andere dingen. Ik kan heel veel andere dingen inderdaad. Ik heb ook altijd zoiets van dat ik in een rolstoel zit, nou ja, jammer dan. Ik bedoel, ik kan weer dingen die een ander niet kan. Ja. En je bent 41 jaar, dus jij zit inderdaad onder die 55 plus. Ja. Dan kun je ook nog iets zeggen hoe je leven is gegaan, heel kort. Ik heb mijn lagere schooltijd op een methielschool doorgebracht. Daarna ben ik 2 jaar op een reguliere MAVO doorgebracht. Maar dat werkte niet. Toen ben ik weer naar voortgezet speciaal onderwijs gegaan, waar ik mijn eerste instantie nog ook een deel MAVO heb gedaan. Maar toen kwamen we erachter dat ik beter naar de LEO kon gaan. Dat heb ik dus gedaan. En daar heb ik een diploma van gekregen. En toen behaald, hè? Niet gekregen? Ja, behaald. En toen ben ik heb tijd in een bibliotheek gewerkt. Maar toen kreeg ik chronische darmziekte. Waardoor dat niet meer lukte. In verband met de zorgen die ik dan daarvoor nodig had. Toen ben ik naar een activiteitscentrum gegaan. En ondertussen weer op een ander. Maar ja, het gaat gewoon goed. En je bent ook inmiddels nog getrouwd. Ja.
Met Koen? Ja, klopt. Dat is ook alweer een aantal jaartjes geleden. Nou, bijna 13. Ja, kijk. Ja, ja 2 december wordt deze 13 jaar. Dat is mooi. En je bent dus in het begin opgevoed, begeleid door je ouders. En vandaar dat vader Jan er ook is, want die wil daar vast nog wel iets over vertellen. Maar ook wie is Jan Druijf? Ja, dat weet Betsy wel, maar de kende luisteraars waarschijnlijk niet. Jan Druijf, ik ben 69 jaar sinds deze week. Dus dat is nog even wennen aan dat leeftijd. Mirjam is de tweede dochter in ons gezin. Het was even schrikken toen Mirjam geboren werd. Het was even een paar foto's maken op verzoek van de huisarts en zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Want het was niet goed. Maar wij hadden niet het benul van wat er precies aan de hand was. We dachten een stukje vel eroverheen en het is voor elkaar. Dat bleek niet zo te zijn. In de loop van de avond is er een neuroloog uit Amsterdam bij Mirjam geweest. In het ziekenhuis Salem in Ermelo, waar we toen woonden. En het advies werd gegeven, geef Mirjam maar water. En dan laat ze langzaam sterven. Want ze had 20% levenskans. En wij waren het daar niet mee eens, gelukkig allebei niet. Tanja niet en ik niet. En we hebben gezegd van het is ons kind, het is een bewuste keuze. En we willen graag haar behouden zolang als het kan. Als het echt niet meer gaat, dan houdt het op. Dat hebben we gedaan en zo is ons leven ook geweest. Kan niet, dat kenden we niet. Mirjam deed het dan op een andere manier als er iets niet helemaal mogelijk was. Zoals een maal tussen aanhalingstekens iemand dat deed. En het mooiste presentje wat we gekregen hebben was toen Mirjam 21 werd. Kregen we een uitnodiging om samen met haar te gaan eten. Toen zijn we bij de Griek in Arnhem wezen eten. En had Mirjam een boekje gemaakt met foto's erin. En bedankte ze ons dat we haar hadden laten leven. Omdat het leven de moeite waard was. Mooie cadeau kun je niet krijgen. Wat de luisteraar bij de radio niet ziet, is dat nog steeds, en ik ken je inderdaad al een hele poos, en ik weet al deze dingen wel, maar dat het nog steeds zichtbaar is, dat, nou, ja, dat het je ontroert, als ik het zo mag. Ja, klopt, dat is ook zo. En te meer, toen Mirjam geboren werd, werden we door de artsen gewaarschuwd van weet wel welke beslissing je neemt. Kan zo zijn dat Mirjam alleen maar kan liggen. De rest niets, want we kunnen verder niet kijken. Vorig jaar is Mirjam overgegaan van de zorg vanuit het ziekenhuis Zwolle naar Arnhem, waar Mirjam dan ook woont. En toen kwamen we bij de neuroloog en toen hoorden we eigenlijk voor het eerst, hadden we nooit eerder gehoord, die had de foto van haar scan, de hersenscan, van een gezond iemand, weer tussen aanhalingstekens, en van Mirjam. En op 5 punten waren daar nogal afwijkingen. Eigenlijk zou het zo moeten zijn. Mirjam zou geestelijk niet volwaardig moeten zijn. Mirjam zou heel slecht kunnen zien als hij dus keek naar de foto's. Nou, hij zegt, ik snap er echt helemaal niets van. Dit heb ik nog nooit gezien. Nou, reden te meer dat wij heel erg dankbaar zijn dat wij niet op het advies van de artsen destijds zijn gegaan. En ik moet erbij zeggen, we hebben ontzettend veel mazzel gehad met de kinderarts destijds in Ermelo. Ik weet verwacht het niet meer of de... Roos toch? Ja, nee, dat was zuster Roos. En dokter Kale, als ik het wel heb, was de kinderarts. En die heeft eigenlijk ook ons daarbij geholpen om haar zo goed mogelijk in de couveuse te verzorgen, steriel. En dat er verder geen complicaties bij zouden komen. Heel bijzonder. Anderhalf jaar geleden hebben we het gesproken over jouw leven met jouw ziekte. Of met jouw handicap. Spina bifida, open rug wordt veel gezegd. En dan is het eigenlijk, als ik jullie beluister, gewoon een klein wonder dat we nu vandaag kunnen praten over jouw derde boek, Mirjam. Ja. Want jij hebt een boekpresentatie gegeven, een officiële boekpresentatie, op 20 oktober in Arnhem. En je vertelde ons anderhalf jaar geleden al dat het een passie was voor jou om te schrijven. Helemaal tevreden was je eigenlijk nog niet. Wat is er in die anderhalf jaar gebeurd dat daar nu dat boek op de plank ligt? Ik heb een schrijfcoach gehad. Ik weet even niet of ik... Die had ik toen volgens mij ook al, maar daar weet ik even niet meer. Daar was je mee gestart. Ja, dat is zo. Ja. Maar ik heb een schrijfcoach gehad waar ik heel veel ook van geleerd heb. Ik heb heel veel feedback ook op de teksten gehad. Zo van, zou je dat er wel inzetten? Ja, zin. Ik ben heel erg goed tussen aanhalingstekens in tankconstructies. Wat betekent dat je zinnen in zinnen...
klopt, waardoor het een hele lange zin wordt. Maar dan met een tussenzin er eigenlijk in. Nou, om dat, dus, dat soort dingen te leren, dat je dan dat ontwijkt. Dat is voor de lezer misschien niet zo prettig. Nee, daarom. Ik maakte dus gewoon veel te lange zinnen. Maar ook dat je moet beginnen met een spannend stuk. Dus niet bij wijze van spreken van ze zet een kopje thee. Maar ja, gewoon ja, met een spannend stuk waar je dan later weer op terug komt. Zodat je meteen al in het boek erin getrokken wordt. Dat soort dingen. En toen ging het dus vlotter met het boek? Nou, want het idee had je al. Ja, ik was er ook al, voordat ik mijn schrijfkort kreeg, was ik er ook al mee bezig. Maar daardoor is hij wel heel stuk beter geworden. Hoe ben je aan die schrijfkort gekomen? Via Facebook. Ja, maar kun je daar nog iets meer over vertellen? Want in het voorgesprek, sorry, in het voorgesprek heb je daar wel iets meer over verteld. Ik heb in eerste instantie ook meegedaan met een challenge. Waar ze uiteindelijk op een gegeven moment ook aangaf dat ze iemand, tenminste dat ze mensen één op één wilden gaan helpen. En die kon je dus aangeven of je dat wilde. Dan heb ik heel veel contact met erover gehad in eerste instantie. Omdat je eigenlijk ook dan naar haar toe zou moeten gaan en zo. Maar ja, dat is gewoon vrij onpraktisch door ook het vervoer waarmee ik dan moet rijden. Want niet altijd vlekkeloos loopt. En er zijn een paar keer bij ons geweest, maar ook heel veel is het via de mail gegaan. En ja, dan ben ik dus met haar in zee gegaan en dat met dit mooie boek als resultaat. Ze gaf je dus aanwijzingen, maar ook omdat we een voorgesprek hebben gehad, kon ze ook wel eens, noem het maar feedback, positieve kritiek. En was dat altijd makkelijk voor je? Nee, ging het hard tegen hard. Of dat ik echt zoiets had van, dit wordt helemaal niks meer. Maar toch wel weer, daar konden we gewoon wel goed met elkaar over praten. Zo van, we waren het dan niet helemaal met elkaar eens, maar er was altijd alweer een moment dat je dan weer een middenweg vond. Zodat dat je allebei weer de goede weg in ging. Want je boeken zijn eigenlijk ook wat je kindjes. Je hebt daar, het is een belangrijk deel van je leven. En als er dan iemand commentaar gaat leveren, het lijkt mij, dat zou het ook voor mij zijn, was lastig om dan te moeten accepteren. Maar jullie zijn daar wel uitgekomen. Ja. Met het boek als resultaat. Ja. Ik wil nog even terug naar 20 oktober, of eigenlijk de tijd ervoor. Want die andere twee boeken had je in eigen beheer uitgegeven. Mm-hmm. En nu kwam er officieel een presentatie met alle toeters en bellen. En hoe voelde dat de dagen daarvoor? Van de dagen daarvoor ben ik stik zenuwachtig geweest. Mede ook omdat de instelling waar ik woon, het op een gegeven moment ook wel in overleg met mij natuurlijk, op Facebook, op Twitter, op de website zetten en zo, waardoor ik op een gegeven moment het overzicht kwijtraakte, zo van hoeveel mensen gaan er komen. Ik had zelf natuurlijk mensen uitgenodigd, maar door waar het over allemaal terecht kwam, had je de kans dat er dus heel veel mensen op afkwamen. Wat aan de ene kant gelukkig niet echt gebeurd is. Uiteindelijk waren er een stuk of 20, denk ik. Ja. Dus dat, niet al te groot, maar wel een leuk klein clubje. Waardoor ik het, want als het te veel zijn, dan overzie ik het ook gewoon niet. En nu heb je gewoon, kunnen genieten. En dan toch je aandacht eraan besteden. Ja, want ik ga de luisteraars even vertellen, want het boek ligt hier voor ons op tafel. Het is een boek met een prachtige kaft. Heb je daar zelf nog iets in mogen kiezen? Ik was in eerste instantie, had ik hetzelfde idee om er een foto van mezelf op te zetten. Op de voorkant, maar er werd me aangeraden door de uitgever om dat niet te doen. Want dat is niet gebruikelijk. Het is meer gebruikelijk om een foto op de achterkant van jezelf als schrijfster te zetten. Nou, die staat er dan ook. En toen ben ik zelf gaan denken ook van, wat wil ik dan? En het is een zonsopgang. En dat vind ik een mooi teken voor een nieuwe dag. En in overleg met mijn uitgeverij, die heeft me op een gegeven moment een paar voorbeelden doorgestuurd. Zo van, het zit hier eentje tussen die je mooi vindt. En dat is deze geworden. Het ziet er prachtig uit. Het zijn mooie warme kleuren van geel tot oranje, tot oker.
En het is ook een rustige uitstraling. Want het enige wat je verder nog ziet is onbeperkt gelukkig met een beperking de titel. En jouw naam, Mirjam Dubbeldam Druif. En ik heb begrepen dat het boek ook gewoon bij de reguliere boekhandel verkrijgbaar is. Nou ja, hoe mensen ook maar aan boeken komen. En nou, dat is toch ook weer anders dan jouw andere boeken. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Mijn vorige twee boeken die zijn in eigen beheer gegaan. Wat dus betekent dat het dus niet in een boekhandel ligt. Dat je hem zelf aan de man wil brengen en zo. Maar ik heb altijd gezegd, eigenlijk al vanaf kinds af aan roep ik al van dat ik schrijfster wilde worden. En ik wilde dus eigenlijk een stap verder. En dat heb ik op een gegeven moment ook bij mijn schrijfcoach aangegeven. En ondertussen had ik ook al wel via Facebook ook weer contact met de uitgeverse Esther van der Ham. En ik had 17 juni vorig jaar had ik een boekpresentatie van Marelle Boersma en haar vader. Waar Esther van der Ham ook een de uitgeverse van was. Ik ben daarheen gegaan en ik had meteen zoiets van, die wil ik proberen. Je straalt, hè? Ja, ik had meteen op de een of andere manier een gevoel van, ja, dit klikt. En ook de naam van de uitgeverij, Droomvallei. Dat voelde mij ook meteen goed. Dat heb ik ook naar mijn schrijfcoach toegekoppeld. En op een gegeven moment, 29 mei dit jaar, is mijn boek of mijn manuscript naar Esther gemaild. Ja, 's middags kreeg ik al een mailtje van haar dat ze hem graag uit wilde geven. Moesten natuurlijk nog wel wat dingen aangepast worden of aangevuld en dat soort dingen. Maar ja, dat wist ik van tevoren. Die middag, ik was op mijn dagbesteding. Is er ook van het werken helemaal niks meer terechtgekomen. Zelfs zo dat mijn leidinggevende van toen tegen me zei van, ga jij maar lekker naar huis, want dit heeft gewoon echt geen zin. Het was ook een warme dag, dus iedereen liep te puffen en te klagen. Zo van, ik heb geen zin meer. Maar oké, ik mocht naar huis. Ja, sindsdien allerlei dingen veranderd natuurlijk, aangevuld. En ja, nou is mijn boek er. Prachtig. We gaan nu eerst even naar het eerste muzieknummer luisteren van jullie. Mirjam, jij hebt de keus gemaakt voor deze muziek Happy. Vrolijke muziek, zei je al, van Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.
Luisteraars, naar deze vrolijke muziek praten we verder met Mirjam Dubbeldam over haar derde boek, wat pas uitgekomen is, en haar vader Jan Druif over hoe is dat als je dochter met een beperking zo'n carrière maakt. Dus dat vinden we leuk, maar ik hoop dat u luisteraars inmiddels een beetje nieuwsgierig geworden bent wat er in dat boek staat, want daar hebben we het nog niet over gehad. En daarvoor, Mirjam, wil ik nog even graag van je weten, waarom koos je voor dit nummer? Omdat ik het een ontzettend vrolijk nummer vind. Ik word er zelf ook gewoon vrolijk van. En ik vond het ook passen bij het boek. Omdat het gewoon, ja, ik heb een heel fijn leven. Ja, fijn, happy. Ja. En voordat we naar de inhoud gaan, waarom heb jij dit boek geschreven? Omdat je heel vaak hoort dat de mensen die dus niet met iemand met een beperking bekend is, en je zit in een rolstoel, dat ze dan heel vaak denken dat je of zielig bent of dat je je bovenkamer wat markeert. Om dat dus een beetje dat vooroordeel weg te krijgen. Want het is gewoon absoluut niet waar. Dat je in de roze zit wil niet zeggen dat je dus in je bovenkamer wat hoeft te markeren. Of, ik bedoel, het kan, maar het hoeft dus niet. En ja, ik ben ook absoluut niet zielig. Ik heb een ontzettend fijn leven. Ik kan misschien niet alles doordat ik niet kan lopen. Maar er kan ook weer dingen die een welloper niet kan. Dus vandaar dat ik dit boek ben gaan schrijven. Heel goed, want jij zal denk ik wel gemerkt hebben aan het gedrag van mensen, dat ze of niet wisten hoe ze ermee om moesten gaan, of inderdaad dat beeld hadden, wat jij gewoon helemaal niet wil dat ze van je hebben. Klopt. Het gebeurt best wel vaak dat er zo'n klein kind naar je toe komt van, mevrouw, wat heeft u? Dat vind ik hartstikke leuk. Maar dan worden ze weggetrokken door de ouders van, dat moet je niet doen, want dat is zielig. Nee, het is niet zielig. Het kind wil gewoon graag weten, wat ik uit nieuwsgierigheid, wat er aan de hand is. Ik bedoel, die ziet wat hij niet kent. Dus vraag, maar op de een of andere manier, ja, denken mensen dan dat ze, tenminste zijn er dan mensen die dan denken, dat confronterend is of zielig is. Nee, zo zie ik het absoluut niet. Net wat ik zeg, ik kan niet lopen, maar ik kan weer zo dingen die een ander niet kan. Dus nee, ik ben niet zielig. Ik heb een hartstikke fijn leven. Ik heb een schat van een man, ik heb schatten van ouders, ik heb een schat van een zus. Dus ja, wat willen mensen nog meer? Nou, ik hoop dat je erin slaagt om in elk geval mensen gewoon wat te stimuleren om nieuwsgierig te blijven. En om gewoon toch die vragen te blijven stellen. Ja. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar jouw vader. Want jij vertelde net hoe de start van het leven van Mirjam was. Maar Mirjam wordt volwassen, ontwikkelt zich, gaat uit huis, krijgt een echtgenoot. Hoe is dat voor ouders als je toch je kind los moet laten, wel begeleiden, niet begeleiden? Kun je daar eens iets meer over vertellen, Jan? Nou, we hebben er altijd samen voor gekozen, voor een stuk zelfstandigheid. Dat we toch ervan uitgingen dat Mirjam op zichzelf zou kunnen gaan wonen. En misschien was dat in eerste instantie een illusie van, nou, we moeten maar kijken wat het wordt. Maar wat ik straks ook al zei, kan niet, dat kennen we niet. Dan doen we het op een andere manier. Kijk, als Mirjam op de grond zat en ze wilde dan ook springen, nou oké, dan zet je je handen aan de zijkant en dan heb je het maar zo op de vloer. Prima. Dus er is overal een alternatief voor te vinden. En wat Mirjam straks ook zei van, ze denken vaak of praten vaak over het hoofd van een gehandicapte heen. Nou, inderdaad, dat is ook zo. Als Mirjam iets ging kopen in de winkel, dan werd aan ons vaak gevraagd van, of gezegd van, het kost zoveel. Ja, dan moet u niet bij mij zijn. Zij koopt wat. Zij rekent af. En dan kijken ze even vreemd. Maar dat went wel. Dus lastiger misschien, omdat je toch meer zorg daarbij hebt. Maar je probeert samen ook dat te zoeken waar de meeste zorg, die Mirjam en Koen in dit geval ook. Koen zijn ouders zijn inmiddels ook overleden. Dus Koen is ook een deel van ons, dat we zeggen van, nou, daar waar nodig proberen we hem ook bij te staan. Maar niet constant op de lip zitten. De dingen die ze zelf kunnen doen, doen ze zelf.
En daar waar ze iets hulp bij hebben, dan spreken we dat af van oké, roep maar. En dan kijken we er samen naar. Is het altijd makkelijk om heel duidelijk tot hier en niet verder die scheiding te trekken? Ik zou me kunnen voorstellen, maar misschien heeft iedere ouder dat al wel. Dat van de ene kant heb je, ja, wil je het allemaal zo goed mogelijk voor je kinderen doen, hebben. En aan de andere kant besef je ook dat ze zelfstandig zijn. En ik denk nog wel eens even terug aan mijn enige eigen jeugd. Ik was enig kind, of ben ik nog steeds, maar goed. Dat ik ook wel zei, ik kan het zelf wel. En ik geloof dat ik dat nu nog wel eens een keer zeg. Maar om die scheiding heel duidelijk te trekken. In je zorgbehoefte, als ik dat woord mag gebruiken. Ik weet niet of het helemaal de lading dekt. Maar dan zou het wel eens kunnen zijn misschien, en dan kijk ik ook even naar Mirjam, dat jullie nog iets voor haar willen regelen, terwijl zij misschien zegt, dat kan ik zelf wel. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Volgens mij hebben we daar, maar goed, je trekt ondertussen ook ruim 40 jaar met elkaar op. En dat hele proces ook naar een stuk zelfstandigheid groeien. Ik denk dat dat echt wel meevalt. Natuurlijk zijn er in het verleden voldoende problemen geweest die je dan samen oppakte van hoe gaan we dit doen? Zo kan het niet. En dan hebben we elke keer toch de gulden middenweg kunnen vinden om het te doen. Wat wij als ouders nog wel eens lastig vinden, en dat is dat soms denken we van, goh, zou ietsje meer zorg mogen zijn in de instelling waar Mirjam woont. Maar wij worden zelf ook ouder, dus dat moet je dan ook loslaten. Dat is niet anders. Aan de andere kant zijn wij wel heel blij dat we zien dat Mirjam nu een stek heeft. En ja, de andere dochter zal ook wel eens iets gebeuren wat wij niet helemaal leuk vinden. Dat zij dan zo. En dat is loslaten. En soms best wel lastig, dat is zo. Ja. Maar het is wel zo van, we hebben nu wel het gevoel, en dat is natuurlijk al jaren geleden, omdat Mirjam al heel lang op zichzelf nu woont. Maar de eerste keer dat ze zei, ik ga naar huis, ja, dat was prima, perfect, zo hoort het te zijn. En als wij er niet meer zijn, dan weten wij dat Mirjam en Koen wel een stek hebben waar ze zich kunnen redden. En waar hulp geboden wordt. Misschien niet helemaal optimaal, maar ja, dat is in de gezondheidszorg overal in Nederland. Daar loopt iedereen tegenaan. En dan kijk ik ook nog even naar Mirjam. Door wat jij daarnet ook vertelde, dat je eigenlijk toch heel veel zelf kan. En een deel van het doel van het boek ook was om mensen te zeggen, praat niet over de hoofden van iemand in een rolstoel heen, maar spreek de mensen zelf aan. Bijvoorbeeld. Maar je straalt daarbij een stukje zelfverzekerdheid uit. Waarvan ik denk, heb je dat inderdaad, is dat ook gegroeid door zoals je ouders en misschien later andere mensen in je omgeving dat ook bij jou gestimuleerd hebben? Heb je het gevoel dat daar ook een stuk voeding, ontwikkeling in zit? Nou, het heeft natuurlijk ook met mijn opvoeding te maken, net wat papa ook aangaf. Kan niet, dat kennen we niet. En ja, dat heb ik gewoon nog steeds. Ik vraag heel weinig. Ik probeer liever 20 keer iets zelf uit voordat ik ga hulp vragen. Met het gevolg dat ik ook een keer iets op de grond had laten vallen. En ik had zoiets van, oh, pak ik zelf wel op. Maar toen lag ik dus heel simpel. Naast datgene wat ik op de grond had laten vallen, lag ik op de grond. Dat ze op een gegeven moment belden van, tenminste had ik de bel aangezet. Dat gaat via zo'n oproepsysteem. Om weer in mijn stoel te krijgen. Dat er gereageerd werd, waarom heb je dan niet gebeld? Waarop ik zeg van ja, ik heb toch gebeld, ja, te laat dus. Maar ik zeg van, als ik het niet probeer, weet ik het ook niet of het me lukt. Maar ja, zo'n, bedoel, iedereen heeft wel eens dat ze iets, dat ze denken van het lukt, want het lukt niet. Dus ja, waarom ik dan niet? Ja, vaak wel. Dat is ook weer zo'n nuchtere opmerking. Ja. Even terug naar je boek, Mirjam. Als de mensen jouw boek zouden kopen, wat lezen ze dan in jouw boek? Dan lezen ze mijn levensverhaal over vanaf mijn geboorte, ja, tot nu ongeveer. Over hoe ik ermee omga. En ja, ook dus om dus duidelijk te laten blijken dat je met een beperking of handicap of hoe je het maar wil noemen, om heel erg gelukkig kan zijn. Net wat ik zeg, ik ben niet zielig. Ik
markeer niks in mijn bovenkamer. En dan markeerde ik dat wel. Ja, jammer dan. Ik heb een ontzettend fijn leven. En ik ben gewoon ontzettend gelukkig. En als we het boek lezen, dan lezen we dus inderdaad over hoe het in jouw leven zo gegaan is. Uh-huh. En dingen die je ervaren hebt. Wat lezen we nog meer? Staan er nog bijzondere ervaringen in? Of gekke dingen? Of spannende dingen? Nou ja, echt mijn hele leven gewoon ziekenhuisopnames. Ik heb natuurlijk door mijn... Ik heb best wel regelmatig ook operaties gehad. Ik ben het wel eigenlijk alweer kwijt, maar dat maakt ook niet uit. Maar gewoon ook altijd wel weer positief blijven zien. En kan je ook tussen de regels door een beetje lezen hoe jij dat dan voor elkaar krijgt? Want wat denk jij zelf waar je dat vandaan haalt? Nou ja, ook door de opvoeding natuurlijk. Ik bedoel, daar begint het natuurlijk altijd wel mee. Maar ook denk ik gewoon wel de instelling. En gewoon te weten van... Je kan wel gaan zitten sikkeneuren van... Ik zit in een rolstoel, wat zielig, bla bla bla. Maar je kan beter... de dingen die je gewoon wel kan... Gewoon lekker blijven doen. Ik bedoel... Het wordt niet beter als het... Als je er bij de pakken neer gaat zitten. Jij wilde wat, ja, misschien kan ik toch aanvullen. Mirjam heeft natuurlijk vanaf de geboorte wel ook de vechtersmentaliteit in zich gehad. In die periode, net na de geboorte, was er een moment dat de arts zei van... U moet toch even in de couveuse kijken. Het onderlichaam van Mirjam was zwart. Dat wilde zeggen dat er geen doorbloeding meer was. Dus met andere woorden van... Wij kunnen waarschijnlijk niet zoveel meer betekenen voor Mirjam. 2 dagen later werden we weer geroepen door de hoofdzuster van we moeten Mirjam weer laten zien. Toen dachten we, toen zakten we echt door de grond. Het had zich volledig hersteld. Dus eigenlijk onbewust heeft ze altijd gevochten. Vanaf het begin van haar leven tot nu toe. En dat houdt niet op. Ze gaat gewoon door. En je kunt de raad geven, maar het is best een eigenwijze druif. Dat vind ik een hele mooie. Dat vind ik een hele mooie. Ze doet de familienaam eer aan. Ja. Dan wil ik dat vechtertje wel even vragen van... we hebben het straks al over jouw ervaring met de schrijfcoach gehad. Maar ja, dan ga je schrijven. Dat is je passie. Dat vind je leuk. Dan wil je een boek schrijven. Dat gaat over jezelf. Waar loop je dan tegenaan? Wat viel je mee? Wat viel je tegen? Hoe heb je het opgelost? Nou ja, soms dat je dan gewoon dezelfde dingen in hebt zitten. Waarvan je dan denkt van, dat hoort bij mijn leven. Maar wat er dan gezegd wordt van, het hoort wel bij je leven, dat klopt. Maar is het interessant? Gewoon sommige dingen die dan gewoon, waarvan ik dan zoiets had van, of heb. Van, het hoort erin, want het hoort bij mijn leven. Niet alles wat in een leven hoort, is interessant om in een boek te zetten. Dat vond ik af en toe ook wel, dat ik zo had van Om de keuze te maken, wat zet ik erin, wat zet ik er niet in? Maar dat heb ik gelukkig ook weer van Jolanda Pickard, mijn schrijfcoach, dan geleerd. Om dan gewoon, als je bijvoorbeeld 20 keer zet van... ik heb pannenkoeken gegeten, ik noem maar even iets. Dat is mijn lievelingseten. Dat is niet interessant. Ik bedoel, dat je dat een keer schrijft van ik ben in het pannenkoekhuis geweest of zo. Dat kan wel, maar dat zijn niet de interessante dingen. Nee. Gewoon is ook gewoon geleerd van wat is wel interessant en wat is niet interessant. Want een heel leven is niet altijd interessant. Dus jullie hebben samen een keuze gemaakt wat hoe geeft het vorm? Ja. Dan gaan we nu nog even naar een ander muzieknummer van jou luisteren. En dat is van, ik geloof wel, jouw favoriete zanger Guus Meeuwis. Waarom koos je voor het nummer Op straat? Omdat dat mijn favoriete nummer van Guus Meeuwis is. En ik, ook weer positief vind ik. Want ook al lijkt het uitzichtloos, er is altijd wel iets positiefs. We gaan luisteren. Bruikbaars voor in zijn oude plastic zak, net iets te veel mee.
meegemaakt, waardoor die dachtloos is geraakt. Het praat in zichzelf over hoe het vroeger was. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat een leven tegen zit. Loop even met me door de stad en kijk wat er gebeurt of staat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Zie je daar dat meisje? Ze is net 17. Leeft nu al zo'n 10 jaar. Ouders niet gezien. Muurtje om zich heen gebouwd, omdat ze niemand meer vertrouwt. Vraag je haar naar liefde, dan noemt ze jou een prijs. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit. Loop even met me door de stad en kijk wat er gebeurt op straat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Zie je daar die oude vrouw, die rustig voor de regen schuilt. Deze bui is minder dan de tranen die ze heeft. Een gezin bezat, maar later klap op klap gehad. Nu sjouwt ze haar verleden in een zelfgemaakte tas. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit. Loop even met me door de stad. Kijk wat er gebeurt op straat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Zie je daar die jonge man? Hij is bijna al zijn tanden kwijt. Hij weet zijn steun op het vergif van deze tijd. Elk uur een marteling. Altijd zoeken naar één ding. Ik kruip eens per dag door het oog van de nacht. En dan zeg jij dat je eenzaam bent, omdat het even tegen zit. Loop even met me door de stad en kijk wat er gebeurt op straat. Dan zul je zien dat het met jou zo slecht niet gaat. Welkom terug, luisteraars, in onze uitzending met Mirjam Dubbeldam Druif. Ik noem de meisjesnaam er maar even bij, want haar vader Jan Druif is ook in de studio. Mirjam heeft verteld over haar nieuwe boek, Onbeperkt gelukkig met een beperking. En dat het doel van het schrijven van het boek vooral ook is geweest om uit te dragen dat ze met haar beperking onbeperkt gelukkig kan zijn. En dat heeft misschien ook met haar levensloop, haar opvoeding te maken. Daar heeft vader Jan iets over verteld. Maar eigenlijk heb ik daar op aansluitend nog wel een vraag, Mirjam. Je hebt uitgedragen in je boek dat jij onbeperkt gelukkig kan zijn met een beperking. Maar zat er ook nog een andere boodschap in? Nou ja,
Het is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant dat je dus aan je omgeving kan laten zien van... dat ik niet zielig ben en dergelijke. En dat je gewoon aan mij gewoon de dingen kan vragen. En niet aan de mensen die bij je staan of zo. Maar aan de andere kant ook, voor de mensen die dus ook een beperking hebben. Als je er doorheen zit, ik bedoel, je kan beter doorgaan dan bij de pakken neer gaat zitten. Want als je bij de pakken neer gaat zitten, wordt je leven niet beter van. En dat geldt voor zowel mensen met een beperking als zonder een beperking? Ja, als je bij de pakken neer gaat zitten, je beperking gaat dan niet doorweg. Nee. En er zijn altijd wel mogelijkheden. Is het niet op de normale manier, er is altijd wel een oplossing te vinden. Ja, want jullie hebben waarschijnlijk voor veel dingen oplossingen moeten vinden. Ja. Ja, klopt. Ja. Ja, klopt. Ja. Al is het bij wijze van spreken, ik katheteriseer mezelf. Dus plassen via een soort slangetje. Doe ik het maar even simpel. En als ik dan bijvoorbeeld de urinaal constant vastmouw, dat was vroeger best wel lastig. Had mijn vader een plank gemaakt waar ik hem dan op kon zetten. Dat soort kleine dingetjes maakt het gewoon altijd makkelijker. Ja, en dan maakt het leven toch iets prettiger. Ja. Ja. Maar we hebben het over het... over jouw leven. We hebben het over jouw levensopvatting. We hebben het over jouw prachtige boek waar we het nu over hebben. Maar daar ben je niet alleen mee bezig. Want wij doen ook ons onderzoek. En je doet ook nog wat anders. Want je bent met een werkelijke recordpoging bezig. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, bij mijn dagbesteding zit een BSO. Aan verbonden. Villa Fantasia. En daarmee heb ik eigenlijk het plan opgevat. En met hun zijn we dus aan bezig gegaan voor het wereldrecord vingerhaken. En we zitten nu op de ruim 50 kilometer en we moeten naar de 80. Dus dat zijn slierten, gehaakte bol? Ja, die aan elkaar gemaakt worden tot ongeveer een bol van 2 kilometer meestal. Tenminste, is de bedoeling. En uiteindelijk dus 80 kilometer. En 80, dan heb je het record? Ja, officieel, hij staat nu op 71 kilometer zoveel. Precies weet ik het even uit mijn hoofd, eerlijk gezegd niet. Maar we gaan voor de 80. Want in eerste instantie zouden we voor de 50 gaan. Omdat hij toen op 48 kilometer en zoveel stond. Maar die werd vast verbroken. Hadden we zoiets van, we kunnen beter wat ruimer nemen. Want anders is hij binnen de kortste keren weer verbroken. Dat is natuurlijk ook niet handig. Nee, en wat schatten jullie in? Wanneer is het doel zo'n beetje bereikt? Nou, degene met wie ik het destijds begonnen ben... die hoopt dat we het in april, dan zijn we 4 april, zijn we 2 jaar bezig om het dan te hebben. Ik heb ook in mijn kast gekeken. En ik heb in elk geval ook een kleine bijdrage. Ik weet niet hoeveel kilometer je daarvan kan haken. Misschien maar meters. Maar ik hoop dat je er een stukje verder mee komt. Bedankt. Elke meter is streng, zeg ik altijd maar. Ja, ik vond het heel bijzonder dat je je daar ook heel hard voor maakt. Ja, het is ook gewoon leuk en ontspannend. Ja, geweldig. We gaan nu terug naar jouw schrijversactiviteiten. Want je bent toch de laatste jaren veel met schrijven bezig geweest. Uh-huh. Je bent er ook bedrijven in geraakt. Nou, bewijs ligt hier, het mooie boek. Waar geniet jij het meeste van als je aan het schrijven bent? Ja, eigenlijk gewoon van het hele proces. Het steeds beter zien worden. Ik bedoel, je kan wel een idee hebben, maar bij een idee... Ja, maar gewoon dat het uiteindelijk gewoon echt een resultaat is. Maar soms kan het ook een worsteling zijn. Dat klopt, maar... En dan ben je niet blij misschien. Nee, maar ik ben ook wel zo van, het moet niet altijd makkelijk zijn. Ik bedoel, als je dan daardoor op een gegeven moment wel weer resultaat gaat zien, op wat voor manier dan ook. Ja. Ga je door? Ja. En heb je al een idee? Ja, ik ga stoppen met non-fictie. Want 3 boeken over mezelf is wel genoeg. Ik bedoel, mijn eerste was wel wat anders. Omdat het met ook heel veel verzonnen stukken en zo was. Dus, maar, en dan 2 gewoon echt bedoeld ook over mezelf en zo. Dat vind ik wel genoeg. Dus ik ga nu proberen een kinderboek te schrijven.
Geweldig. Ja. Je straalt weer. Ja, je straalt weer. Mirjam, we zijn bijna aan het eind van onze uitzending. Jammer. Het is heel jammer, want we kunnen nog wel een stukje doorpraten. Maar wat zou jij de luisteraars nog mee willen geven over jouw boek Onbeperkt Gelukkig met een Beperking? Ja, hij is sowieso overal te verkrijgen. Zeg het voort. Heb je er interesse in? Ik zou het ook heel leuk vinden. Ik heb op Facebook een Facebookpagina met dezelfde titel. Als je hem gelezen hebt, schrijf een berichtje om te laten weten wat je ervan vindt. Of zet het op, voor mij ook op bol.com of op de uitgeverij. Ja. Maar contact met lezers vind je wel heel belangrijk. Ja, ik bedoel, daar kan je ook weer feedback uit krijgen natuurlijk. Ja. Wat mensen minder of juist heel goed vinden. En dan natuurlijk de trotse vader, want dat mag ik aannemen. Wat wil jij nog aan de luisteraars meegeven over het mooie boek van je dochter? Nou, Mirjam heeft straks aangegeven voor welke doelgroep het was. Hè. Met name ook mensen die een beperking hebben of die in een moeilijke periode zitten. Ik sprak toevallig een mevrouw van de week die het boek ook al had gekocht en gelezen had. Die zegt, wat een bijzondere wereld. Het is dus ook voor de valide mensen is het gewoon goed om eens te kijken dat iemand die gehandicapt is, wel normaal is, maar toch een heel ander levenspatroon kan hebben als dat iemand zelf heeft. Dus van daaruit gezien is het ook best goed dat gewoon de valide mensen te leest, denk ik. Ja. En natuurlijk, Mirjam met de club heeft nog altijd wol nodig. Dus mensen, als jullie wol nodig hebben, via ons komt dat ook terecht. Want wij weten waar Mirjam woont. Maar we gaan nu afsluiten. Want we hebben geweldige informatie gekregen rond jouw boek, over jouw boek, Onbeperkt Gelukkig met een Beperking. En u heeft geluisterd in dit programma na het gesprek met Mirjam Dubbeldam over haar boek en haar vader Jan Druif. Heel hartelijk dank voor jullie komst. En jullie enthousiaste bijdrage. Het was weer even prettig dan de vorige keer. Dus misschien dat je met je volgende boek gewoon weer kunt komen, Mirjam. We wensen jullie nog vele mooie boeken toe. En het gaat jullie goed. Uw presentatoren vandaag waren Betsy Hogers, weliswaar wat verkouden, en Hetty Mulder. En de techniek was weer van Marcel. Volgende week zijn we er weer. En dan zullen Betsy Hogers en Jan Riemersma de rol van de praktijkondersteuner bij de huisarts onder de loep nemen. Na het nieuws van 5:00, Jan Bruinenberg. Ik wens u weer een fijne week.
Noord-Velux Museum kunt u zien waarom Nunspeet een kunstenaarsdorp is. U kunt genieten van de fraaie schilderijen die hier vanaf 1880 gemaakt zijn. Naast de permanente expositie zijn er tijdelijke tentoonstellingen te zien. Tot en met 17 maart 2019 de fraaie expositie Marjolein Bastin. Tekenen is ademen. Raadpleeg ook onze website www.noord-velux-museum.nl. Weet je wat pas echt belachelijk is? Die prijzen van Megadump Nunspeet. Vloertegels, wastafels, toiletten, sanitair, tuinmeubelen, douches, natuursteen en nog veel meer. Aanmerken tegen belachelijk lage prijzen. Megadump Nunspeet aan de Edisonweg 14. Kijk op megadump.nl. Pa, heb je vannacht op de bank geslapen? Tja, het lukt me al een tijdje niet meer om boven te komen. Ben je gek? Er moet toch wel een andere oplossing zijn? Ook langer blijven thuis wonen? Het kan. Een traplift is bij Smink Traplift al mogelijk vanaf €1690. Kijk voor meer info op sminktrapliften.nl of bel 0800 1690. Van vloertegels tot wastafels en van toiletten tot tuinmeubelen. Aanmerken tegen belachelijk lage prijzen. Megadump Nunspeet. Kijk op megadump.nl. Ook langer blijven thuis wonen? Kijk voor meer info op sminktrapliften.nl. Parts NL Hofman in Nunspeet is uw redder in nood. Onderdelen voor al uw huishoudelijke apparaten. Stofzuigerzakken, reinigingsmiddelen, aansluitmateriaal voor beeld en geluid, inktkartritjes, mobiele telefoonaccessoires, verlichting. Je kunt het zo gek niet bedenken. Met Parts NL om de hoek is de oplossing nabij. Kom eens langs in onze winkel aan de Kerkendries 2 in Nunspeet of kijk op partsnl.nl. Agrotuin en dier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend. Agrotuin en dier. Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuin en dier. Houd kwaliteit betaalbaar. Wij zijn niet de mooiste, niet de grootste, maar wel de goedkoopste. Agrotuin en dier. Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif. Wilt u weten welke occasions bij u in de buurt te koop zijn? Pak uw muis en klik www.nunspeetsedealers.nl voor het grootste assortiment uit de regio. Kies uit honderden auto's van alle merken met bovengarantie. Klik www.nunspeetsedealers.nl voor de gerenommeerde merkdealer met service en garantie op het hoogste niveau. En het is lekker dichtbij natuurlijk. De Nunspeetse dealer heeft uw vertrouwen en biedt u maximale zekerheid. Dus voor de beste keus klik www.nunspeetsedealers.nl. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 5 uur. Michel Koenen.